Broers en zussen, beste kijkers en luisteraars. Heel hartelijk welkom bij deze online dienst vanuit het gebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Harlingen. Fijn dat je kijkt en luistert. Met zoveel mensen zijn wij verbonden. Zoveel mensen die deze dienst meemaken, vandaag op zondag of op een andere dag door deze week. We mogen ons ook verbonden weten met God, die wij door Jezus Christus onze Vader mogen noemen. We mogen uitspreken dat onze hulp is in zijn naam, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft daaraan en die het werk dat hij begonnen is, zeker zal afmaken. En deze God wil jou zijn genade en vrede geven door het werk van Jezus Christus. En laten we hem daarom dan nu ook loven met de woorden van Psalm 33, vers 1, 2 en 8 uit het Gereformeerd Kerkboek. Wij gaan straks de Bijbel open doen en we mogen daar woorden van Jezus horen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen in gebed tot God. Grote God,
U bent de enige. U wilt onze God zijn. En wij bidden u, open onze ogen voor u. Open de ogen van ons hart, als wij straks de Bijbel open doen. En spreek het woord dat ons richting geeft. Geef ons uw geest als een bron van kracht, zolang wij onderweg zijn naar u. Amen. De afgelopen 2 weken heb ik het gehad over rust, dat we vanuit de rust mogen leven. God die had de hele wereld gemaakt en hij rustte op de 7e dag. Niet omdat hij moe was, maar omdat hij genoot van alles wat hij gemaakt had. De 1e dag voor de mens was dus ook een rustdag. De mens begon met een rustdag. En vanuit die rust mocht hij en zij haar leven leven. Vorige week ging het over vertrouwen in crisistijd. Over de muur die tussen God en jou in kan staan. De muur die scheiding kan brengen, maar die tegelijk ook de verbinding kan zijn tussen jou en God, als je erop klopt en als je luistert naar het kloppen van de andere kant. Vandaag gaan we het hebben over geloof. En in verband daarmee lezen wij uit Lucas 17, vers 5 tot en met 10. En daar staat: toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbijboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde weidt, dan zal hij, wanneer hij thuis komt van het land, toch niet tegen hem zeggen: ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet, omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen. Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Straks gaan we luisteren naar een meditatie naar aanleiding van deze woorden. Maar in deze dubbele lijdenstijd mogen wij onze ogen richten op het kostbare kruis van Christus. Op het wonder van God. Daarom wordt er gespeeld en gezongen uit het nieuwe liedboek, lied 578.
Geef mij een klein geloof. Ik werd deze week door deze woorden getroffen. Want is dat niet wat Jezus hier aan wil geven om dat te vragen? Ik zat deze week wat na te denken over het geloof en wat dat met mij doet, juist ook in deze tijd van crisis en onzekerheid. Ik was benieuwd wat het geloof nu voor mij zou betekenen. Wat heb ik nu aan mijn geloof? En wat ga ik vanuit mijn geloof nu doen? Ik lees ook reacties van andere mensen. Als mensen God direct koppelen aan het coronavirus als oordeel, dan schrik ik daarvan. Maar hoe dan wel? Wat geeft het geloof mij nu? En toen kwam ik deze woorden uit Lucas 17 tegen. Geef ons meer geloof. En dan die reactie van Jezus. Ik vond dat een bijzondere combinatie. Zij vroegen om meer geloof. En dan begint Jezus over een mosterdzaadje. Weet je hoe klein een mosterdzaadje is? Dat is echt heel klein. Alsof Jezus wil zeggen, waarom zou je meer geloof willen? Waarom zou je een groter geloof willen? Dat is helemaal niet wat je nu juist nodig hebt. Je moet nu juist een klein geloof hebben, zo klein als een mosterdzaadje. En van daaruit zal het geloof groeien en vrucht dragen. Het is een opmerking die je telkens terug ziet komen in het onderwijs van Jezus en het evangelie. De kleinsten zullen de grootste zijn. Verlies betekent winst. De eerste zullen de laatste zijn en andersom. En door de dood van Jezus zullen wij leven. Is het niet bijzonder dat Jezus zo reageert op de vraag om meer geloof? Ik zou dat geweldig vinden als iemand bij mij komt en zegt dat hij graag meer geloof wil hebben. Niet dat ik hem dat kan geven, maar het verlangen is toch mooi. Mooi om te zien bij iemand. Ja, maar wat is een groot geloof dan? Want Jezus reageert anders dan ik zou verwachten. Een groot geloof kan zomaar een goedkoop geloof zijn. Met Jezus als oplossing voor alles. Want Jezus is toch de overwinnaar? En samen met dat geloof kun je dan de hele wereld aan. En er ontstaat een groot accent op die overwinning. Maar voordat je het weet, heb je Jezus in je broekzak, die je eruit kunt halen als jij een antwoord nodig hebt op de onoplosbare vragen van het leven. Jij kent Gods bedoeling. Maar pas op dat je niet voor Jezus uitloopt. Want is het niet de bedoeling dat wij achter Jezus aanlopen, Jezus volgen? Want waardoor is die overwinning gekomen? Is dat niet omdat Jezus door het lijden gegaan is? Jezus maakt duidelijk dat geloof niet altijd het toereikende antwoord is op de vragen van het leven. We worden naar aanleiding van deze woorden van Jezus opgeroepen om te bidden om een klein geloof. En daarmee bedoel ik een geloof die niet te grote woorden spreekt. Alsof deze crisis het oordeel van God zou zijn. Of dat we nu in de eindtijd zitten. Wie zijn wij om zulke grote woorden te spreken? Laat het oordeel en laat de eindtijd maar aan God over.
Een groot geloof kan niet meer groeien. Het weet precies hoe het in elkaar zit. Een klein geloof is nederig en afhankelijk. Een klein en een waar geloof is een geloof dat gelouterd is in het vuur van de crisis. Een klein geloof kan groeien en vrucht dragen. Maar hoe groot of hoe klein je geloof ook is, het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet. Loop je voor Jezus of loop je achter Jezus aan? De huidige tijd maakt mij klein. Mij bekruipt het gevoel van kwetsbaarheid, van afhankelijkheid en van medelijden. Wat is de rol van mijn geloof vandaag? Persoonlijk heb ik in deze tijd meer met Heer, ontferm u over deze wereld, dan met Jezus, overwinnaar. Mogen wij dan geen wonderen verwachten in deze tijd? Zeker wel. Wonderen mag je zeker verwachten en je mag er ook om vragen. Maar maak je geloof er niet afhankelijk van. En laat je geloof spreken door gewoon te doen wat je moet doen. Zodat je kunt zeggen, ik ben maar een dienaar. Ik heb enkel mijn plicht gedaan. We gaan nu een lied zingen dat ook gaat over het volgen van Jezus. Heer, wijs mij uw weg die zuiver is en goed. En toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Opwekking 687.
Wij gaan samen in gebed tot God. Wij danken u, God, u bent onze Heer. Wij danken u voor alles wat u voor ons bent. U bent onze maker en onze bevrijder. U bent Heer boven alle machten. U bent herder van mensen, vader en moeder tegelijk. U bent ons licht, u bent ons leven. Wij danken u dat u liefde bent. U bent een God die ons niet aan ons lot overlaat. U bent een God die onze zwakheden, ons falen en onze hoogmoed vergeeft. Wij belijden het u en vragen, Heer, vergeef ons. U trekt zich ons lijden aan. En u bent blij als wij blij zijn. Zo hebt u uzelf laten zien. En zo vertrouwen wij op u. Ook als we u niet altijd zien. Als we uw stem niet horen. En het lijkt alsof uw arm te kort is om ons te helpen. Heer, geef ons een klein geloof. Laat uw woorden ons hoop geven. Hoop op een goede aarde, waar mensen elkaar recht doen, waar volken zoeken naar ruimte voor elkaar en de macht van het kwaad wordt gebroken door goedheid. Dat onze ogen altijd gericht mogen zijn op uw koninkrijk. Omwille van Jezus, uw Zoon, die het ons heeft voorgedaan en ons voorgaat in wat leven is. O God, maak ons tot mensen die steeds meer gaan lijken op Jezus, uw Zoon. Met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien. Met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren. Met een mond die niet alleen praat, maar ook kan spreken. Met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan. Met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn. Met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen. Met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen. Help ons u te volgen. En wij brengen bij u wat ons persoonlijk bezighoudt. Luister naar onze woorden en naar onze vragen. En laat ons ervaren dat u onze gebeden verhoort. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. U mag straks de zegen van God ontvangen. En daarna gaan we zingen het lied Ik zal er zijn.
omdat God zichzelf zo bekend gemaakt heeft en met u mee wil gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen. Amen.